Met tarieven van 522 SRD en 80 cent heeft TeleSU tijdens een regeringsvergadering sociale internetpakketten geïntroduceerd. President Sandoki is voorstander van betaalbare opties voor iedereen met specifieke aandacht voor studenten. TeleSU reageert op economische veranderingen door over te stappen naar de unificatiekoers van de Centrale Bank van Suriname. Een samenwerking met eGov en het ministerie van TCT is aangekondigd voor de uitvoering van sociale projecten. Deze beslissing wordt gezien als een stap naar een welvarende en inclusieve digitale toekomst voor Suriname. 40 agrariërs hebben hun certificaat ontvangen na een intensieve driedaagse goede agrarische praktijken training, onderdeel van het Sustainable Agriculture in the Caribbean project. De training richt zich op vergroting van kennis voor het verbouwen van gewassen die voldoen aan voedselveiligheidsnormen. Onderwerpen waren hygiëne, gewasbescherming en juist gebruik van beschermingsmiddelen. Deelnemers kijken positief uit naar toekomstige trainingen. Het Korps Politie Suriname heeft met de militaire politie de uitvoering besproken van een grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Frankrijk. De overeenkomst omvat gezamenlijke veiligheids- en misdaadbestrijdingsactiviteiten in het grensgebied, waaronder patrouilles op de Marowijnrivier per boot en voet- en autosurveillance tot 2 kilometer landinwaarts. Helikoptersurveillance staat ook gepland. De gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit staat hoog op de agenda van beide staten met de lancering van de uitvoering van deze overeenkomst op 29 januari 2020.